Hi Leeuw, prachtige Leeuw. Welkom bij je kanaal Tarot en Zo met Annemiek Nu van, zei ik al, Tarot en Zo. Sorry. Het is laat, maar ik wil nog in de bed. Ik voel me een beetje stout. Ik heb ook heel veel toetje gegeten. Ik had heel veel gemaakt. Ik denk, dat is handig. Heb ik morgen ook. Ik heb morgen een drukke dag. Maar je raadt het al. Ik heb morgen dus geen toetje. Misschien ben ik daarom ook een beetje in de war ben nu. Maar oké. Ik ga Rider Waite voor je schudden. De reading is diep. Dat betekent dat ik niet oppervlakkig ben. Ik ga je dus niet vertellen. Oh, je gaat de liefde van je leven ontmoeten. Want dat komt toch niet uit. Tenzij ik echt heel sterk voel dat het dus uit gaat komen voor jullie. Ik laat me leiden door het hoge zelf. Met andere woorden, ik praat vanuit mijn hart. En hier beneden kan je allerlei andere dingen over mij zien. Mijn werkwijze en waar de clips verder over gaan. Ik ga Rider Waite dus voor je schudden. Maar ik gebruik ook mijn eigen tarot set. Die heb ik laten maken van kaarten van mij. Schilderijen van mij. Ik verkoop ook kaarten. Ik ben kunstenares. En onder andere, ik ben dus ook genezeres. Mocht je iets hebben waar je je aan stoort in je leven. Ik haal het voor je weg. Waar het ook over gaat. Emotioneel, fysiek, spiritueel zelfs. Whatever. Ik laat ondertussen wat kaarten van mij zien. En mijn readings zijn energetisch. Wat betekent dat je welke clip dan ook altijd kan bekijken als je ertoe aangetrokken voelt, omdat ze tijdloos zijn. Mijn bewustzijn is heel erg hoog. Ik ben met licht geboren. En het betekent ook dat de rollen omgekeerd kunnen worden. Zelfs binnen een reading kunnen de... Dit zijn twee kevers. Zelfs binnen een reading kunnen de rollen omgekeerd worden. Dus eerst kan het over jou gaan en daarna over iemand anders. Ik ga niet alle 50 kaarten laten zien. Als je wil kopen, ze zijn gelamineerd. Als je dat wil, maar ze kunnen ook ongelamineerd. Je kan ze als cadeautje geven aan iemand of leuk op de schouw zetten voor jezelf als kunstwerkjes. Want ze hebben geen nummers en geen titels zoals bij alle andere tarotkaart wel het geval is. Maar goed, je zal ze meemaken en ik ga zo meteen. Dus... Ja, dit is een stukje corona. Er is een feest. We hebben natuurlijk een feestmaand. Maar misschien is er ook nog een andere feest. Is er een verjaardag of zo waar je naartoe moet? En of een heleboel nieuwjaarborrels. Alleen dan op een andere manier gedaan. Misschien moet je online je gezicht heel veel laten zien bij vergaderingen. En je, wat er gebeurde was dat er een klont, ik kan het niet anders benoemen, een klont van kaarten de ene kant op vloog. Een deel bleef in mijn hand en er waren er twee, die ik je zo laat zien, die overduidelijk eruit sprongen. En je... Je moppert te veel. Je moppert te veel. En het is niet terecht, want je hebt het wel goed. Eigenlijk, misschien is dit een beschrijving, dat je dit al herkent van jezelf. En anders is het een voorspelling. Want weet je, ik heb hier twee superleuke kaarten. Ik heb hier Happy Days. En die, ja, je zou kunnen zeggen dat ze met die mutsen op ook wel enigszins als elfjes... Als hulpjes van Sinterklaas. Of hoe heette die nou? De kerstman. Zijn. En ze lachen allebei. De een die gaat weg. Maar die ander die is daar helemaal oké mee. Die is daar gewoon heel blij om. En die gaat wel op het huis passen. Die is alleen. Vindt het helemaal niet erg. En de andere kaart is hiep hiep. Hiep hoep hoera, dit is een goed verkochte kaart van mij. Die gaat natuurlijk over verjaardagen, over felicitaties. Ik heb deze twee kaarten, samen met dus die klont die er zo uitviel van, je valt naast de boot nu, maar iedereen valt nu naast de boot. En zo slecht heb je het niet. En eigenlijk, als je heel eerlijk bent, heb je happy days.
als je dus nog zit te mopperen, terwijl ik dit nu tegen je zeg, lieverd, dan is het een voorspelling. Wacht maar af. Het is niet zo erg als wat jij ervan maakt. En misschien herken je het helemaal niet, ga je het ook komende week niet herkennen naar buiten toe, dus naar mensen toe, dat je erover zit te klagen bijvoorbeeld. Dan is het dat je over jezelf zit te klagen. Van jemig, einde van het jaar. En wat heb ik nou gedaan? Aan het begin van het jaar had ik mezelf dat en dat en dat beloofd te gaan doen. En ik had gedacht dat ik me aan het einde van het jaar zus en zo zou voelen. En dat die en die bij me zouden zijn. Of dat ik dat en dat boek uit had gelezen. Dat niet alleen de keuken, maar ook de badkamer gerenoveerd zou zijn. Je had allemaal plannen. En je hebt het idee, door de maatregelen die genomen zijn, dat die in duigen vallen. Maar het gevoel wat die renovatie jou zou geven, een nieuwe vriendschap, of een nieuwe relatie, of een betere relatie, of een wat dan ook. Gewichtsverlies. Meer gezondheid. Wat is de achterliggende reden waarom je die dingen had willen presteren, willen krijgen of willen behouden in 2020. Geluk. Dat je gelukkig zou zijn. Je denkt dat die dingen jou gelukkig zouden maken. Ik vraag je om deze week erop te letten hoe ontzettend vreselijk erg je al gelukkig bent. Daar kom je echt niet onderuit. Dit zijn mega positieve kaarten. Je weet het zelf. Weet je, de uil in dit dek staat natuurlijk ook voor de hoge priesteres. Van, wees kalm, ga naar binnen, hou je mond. Dat is heel erg hoge priesteres. Hou je mond. Af en toe een klein beetje, joehoe, in plaats van oehoe. Joehoe, als iemand roept, wil je een kopje thee hebben? Dan joehoe. Koffie drink je natuurlijk niet meer, want je hebt een clip gezien. Metafysische oorzaak, koffie drinken. Oké, ik ga Rider Waite erbij pakken. En wat ligt er onder op het dek? De zon. Je gaat stralen. Of je straalt al. Je hebt het goed van binnen. Dat wat je emotioneel had willen bereiken, had willen voelen, had willen ervaren, door die dingen te bereiken waarvan jij denkt dat je het niet gehaald hebt. En misschien heb je die dingen ook niet gehaald. Nieuwe baan, diploma gehaald, vrede gekregen met een bepaalde situatie in je familie. Maar je voelt je wel goed. Je voelt je wel goed. En nogmaals, misschien zit je tegen jezelf te mopperen. Ik denk dat het voor velen van jullie, misschien is het niet een en-of situatie, maar en-en. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat er dus en buiten je iets is waar je op zit te mopperen, maar eigenlijk heb je het wel goed. Bedenk je? Als je eerlijk bent naar jezelf. Deze week, hè? Deze week. En tegelijkertijd is het ook een innerlijk proces. Want kijk, ik trek hier twee pages. Schildknaap van Pentakels en van Kelken. En ik trok ze op deze manier. En de een is een student. Is een leerling. De Pentakels. Is met schoonheid om zich heen bezig. En Kelken, die vindt dat zijn liefde een werkelijk geschenk is. En kijk nou toch eens hoe ik ze vasthoud. Ze vullen elkaar zo ontzettend aan. Hier het geel houdt hier op, maar dat gaat hier dus door. En het water, dat loopt dus gewoon door. Je kijkt naar jezelf. Je zit te mopperen op jezelf. Alsof je een beginneling bent. Maar je bent geen beginneling meer. Leeuw toch. Je bent geen beginneling meer. Je bent geen student. Je hoeft niet opnieuw te beginnen met dat project. Of met die relatie. Want je liefde is er al. En dat is een geschenk. En de liefde die je krijgt van een ander, misschien is het niet op de manier zoals jij het wil, maar je hebt wel tekens van liefde gekregen dit jaar.
is een beetje oudjaarpraatje. Heb ik met geen enkel ander teken gehad. Misschien ben je er wel heel erg mee bezig. Dat je erover aan het filosoferen bent. Van, goh, wat heeft afgelopen jaar mij nou gebracht? En wat betekent het voor me? En je zit jezelf dus een beetje af te zeiken. Want ik heb dat niet gedaan. En dat is me niet gelukt. En ik ben nog steeds zus en zo. Ik ben nog steeds niet bij Annemiek geweest voor een healing. Ik voel gewoon... Het is oké met je. Als je die gedachten niet meer zou hebben. Ik heb het allemaal niet goed gedaan. Dit jaar. Ik ben een mislukking. Als je stel je voor dat je, dat je niet meer negatief over jezelf zou kunnen denken. En het zijn maar gedachten. Gedachten zijn altijd weer. Ze komen en ze gaan, lieverd. Dan zou je toch gelukkig zijn. Maar dat ben je ook. Onder die gedachten, je bent gelukkig. En zelfs, ik voel dat er een hele eigenwijze leeuw zit. Ik hoop niet dat je al weg hebt geklikt. Maar die is depressief. En die denkt van, ja, dit slaat echt helemaal niet op mij. Jawel. Depressiviteit of down zijn, zelfs chagrijnig zijn. Het zijn mantra's die je in je hoofd afspeelt. Elke keer dezelfde gedachte die jou afkraakt. Mijn vader, die was al behoorlijk oud. Hij is heel oud vader geworden. Of heel oud. Hij was oud toen hij kinderen kreeg. En hij was 85 toen hij tegen mij zei, ik heb er geen zin meer in. Hij had een longontsteking gekregen en kon daardoor niet meer van alles doen wat hij wilde. Nou, als jij dat tegen jezelf zegt en tegen andere mensen hardop zegt, ik heb er nu geen zin meer in, dan zet je je lichaam er dus toe aan om dat het gaat passen bij die gedachten. Dus je lichaam die zegt, nou, als je er geen zin meer in hebt, dan doen we toch niks meer. Dus hij kreeg aan de lopende band longontstekingen. Hij heeft ze nog jaren volgehouden hoor. Maar snap je, als jij negatief bent over jezelf, dan daar creëer je je leven mee. En de pijn die daaronder zit, laat het weghalen. Alsjeblieft laat het weghalen. Je hoeft niet per se naar mij toe te gaan, maar laat het weghalen. Een goede genezeres die kan dat. En bij mij hoef je echt geen 5 keer terug. Nou ja, 5 keer is de top. Mocht je bijvoorbeeld een hele ernstige kanker hebben of zoiets. Maar meer dan 5 keer hoef je niet te komen. Ik heb 1 iemand in afgelopen 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar. Bij me gehad die echt heel, heel, heel erg beschadigd was. En daarbij had ik zoiets van, nou misschien dat 5 niet genoeg zijn. Maar dan nog, je weet niet wat er tussendoor gebeurt. Dat als iemand wel enigszins opgeknapt raakt, en daarmee bedoel ik, meer zelfverzekerd staat, meer om jezelf gaat geven. Ga meer om jezelf geven. Lieverd, ga meer om jezelf geven. Je hebt het niet slecht gedaan. Als je nu nog steeds deze clip aan het kijken bent, terwijl ik al een tijdje geen nieuwe kaart heb gepakt, dan is dit voor jou. Je hebt het niet slecht gedaan. Je hebt het echt niet slecht gedaan. En kijk ook eens waar je vandaan komt. Wat je vroeger allemaal hebt meegemaakt. Vind je het gek dat niet alles gelukt is afgelopen jaar? Maakt het iets uit? Het maakt niet uit. Het maakt echt niet uit. Het maakt niet uit wat er om je heen gebeurt. Het gaat erom wat er binnenin jou gebeurt. En dat ziet er verdomd goed uit. Zoek dat lichtpuntje in je. Er komt binnenkort een... Ik ga toch nog een kaart voor je trekken. Er komt binnenkort een clip van mij. Een meditatie. Ik ben er aan het werk. Want ik wil hem ook even laten liggen. Nu ik er klaar mee ben. Van, hey, is dit werkelijk hoe ik het wil presenteren en zo. Ik heb allemaal foto's gemaakt om het uit te leggen tijdens de meditatie ook. Over 12 chakra's. En misschien zeg je, nou is niks voor mij, maar er komen ook engelen in voor. Nou, misschien zeg je, het is niks voor mij, maar er komt een heleboel licht in voor, ook in die clip. En ik ben er natuurlijk sowieso bij. En ik ben bij je in die clip. En ook heb je nooit eerder gemediteerd of nooit daar eerder in geïnteresseerd in geweest, in chakra's of engelen of licht.
Je gaat het geweldig vinden. Het gaat je helpen om het licht in jezelf, dat wat er al is, te zien. En ik zweer je, ik beloof je, ik garandeer je. Je zal het zien, je zal het zien. En al is het dus maar een klein beetje, het zit er wel. Het zit er wel, het kan niet anders. Het zit er wel. Deze had ik ook voor kreeft. Als je iets in kreeft hebt, dus als je weet dat je bijvoorbeeld je ascendant is of zo, kijk daar dan ook. Alleen de uitleg is nu behoorlijk anders. Kelke 7. Dus. Waar kies je voor? Blijf je voor de duisternis kiezen? Voor het duistere? Blijf je ervoor kiezen om te jagen? Om geluk achterna te jagen. In de buitenwereld dus. Blijf je gaan voor die. Blijf je zoeken naar die partner. Blijf je zoeken naar. Weet ik veel, wat, huisdieren. Blijf je zoeken naar juwelen. Blijf je zoeken naar status. Naar macht. Naar succes. Blijf je zoeken naar het perfecte huis. De perfecte omgeving. Of ga je naar binnen. Ga je zien dat het er dus al bij je zit. Je hebt happy days. Als je de happiness, het geluk in jezelf vindt en benoemt en daar af en toe bij stilstaat. Geluk komt niet vanzelf. Geluk komt van jouw gedachtes vandaan. Je denkgeest bepaalt alles. Hiep, hiep, hoera. Je bent gelukkig. Hiep, hiep, hoera. Deze clips zijn ook van mij. En ik zie je de volgende keer weer. Heel veel liefs. Heel veel liefs.